vandaag de cabriolet-versie, want het dak is helemaal open. Het is eigenlijk wel prettig om hier te zijn. Graad of 7, nauwelijks wind. Goede omstandigheden dus om te beginnen aan. Want een hele belangrijke wedstrijd is in de competitie. Beide ploegen hebben de tweede plaats uiteraard nog wel in het achterhoofd. En bij AZ zit dat nog misschien wel wat nadrukkelijker in de hersenpan dan bij Vitesse. Want de achterstand van AZ op PSV was voorafgaand aan het duel dat PSV zojuist speelde tegen Fortuna. 2 punten, dat moeten ze dus weer zien te verkleinen tot die marge. Ondertussen kijken we naar de 18-jarige Enzo Cornelissen, zoon van Tim. Zelf 4 jaar speler van Vitesse en zo bekend hij mij. Nerveuzer als zijn zoon speelt dan toen hij zelf actief was. Enfin, dat zullen voetbalvaders misschien wel herkennen. Geen Richetli Bazour dus bij Vitesse. Na een incident op de training van afgelopen vrijdag. Bij AZ ontbreekt Bitje. Hamstringklachten. Maar keert hij Svensson terug als rechtsachter. Dat gaat ten koste van Sugawara. Een extra centrumverdediger in de persoon van Timo Letschert. Om de 2 spitsen van Vitesse te beteugelen. Tanana handig. Heel handig gespeeld door Tanana. Functioneel balletje meegegeven. Hier is Openda. Openda 16 meter gebied in. 1 man kwijt. 2 man. En dan de blok van Letschert. En uiteindelijk Bizzelt. Goeie actie van Openda. Sowieso ziet deze aanval van Vitesse er natuurlijk heel vlotjes uit. Vitek. Broja laat hem vallen voor Tanane. De ingreep van Koopmeijners. Dat was stevig. Zat de bal blijkbaar tussen. Want dit is wel een lelijke. Van de kaart is volkomen terecht. Want dit is een overtreding. Toch ook een beetje uit frustratie dat er niet gefloten wordt voor de actie ten opzichte van Tanane. Geel voor Bero en Tanane. Betekent dat een schorsing? Zij stonden op scherp. Zij zullen er in de uitwedstrijd tegen Utrecht niet bij zijn. Letschert. Struikelt uit balans. Nou, heeft Openda volgens Van Bokkel niet zo heel veel mee te maken. Die mag dus verder. Openda langs Hatzidiakos en het blok van Bizzot. Tanane 1 keer. Tanane afleggen. En dan zou dit de goal moeten zijn. Geweldige reflex van Bizzot. Initiatief bij AZ. De grootste kans nu voor Vitesse. Het is te weinig om voor te fluiten. Natuurlijk mag Openda dan verder. Goede beslissing van Van Bokkel. Over de bal maaien van Tanane heeft dit tot gevolg. Wat ruimte nu aan de linkerkant bij Vitek voor Vitesse. Tanane. Krijgt de bal mee. Voorzet van Tanane. Stenks. Been was wat aan de overkant van Stenks, maar nog verder. Dit kan dan niet door de beugel. Dat is de vrije schop voor Vitesse. Verandert het onbegrip bij Stenks natuurlijk niks aan. Tanane. Bizzot. Die laat zich bijna verrassen daardoor. Die listig genomen vrije schop van Tanane. En Bero in de buurt was hier net op tijd bij. Daza. Ziekenhuisbal eigenlijk van Doekie, maar Daza met een bloktackle komt nog in balbezit en dan landt Openda die bal zomaar binnen. Ergens onderweg wordt die bal nog van richting veranderd en dan valt hij zo voor Openda. Die maakt zijn 8e van het seizoen. Wedstrijd opengebroken, Vitesse op voorsprong. En de vraag is of het hinderlijk buitenspel is van Broja. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Martin Zindi, hij verlekt die bal. En Openda bij de tweede paal. Hoekschop Stenks. Wijndal. Wijndal. Geweldige uithaal van Wijndal. Rond genageld. Stond die pasveer. Scheert over de lat. Gudmundsson. Zo, die zit ertussen. Gudmundsson. Kan hij hem over de doelman heen liften? Ja, dat kan. Maar er staat er nog één. Rasmussen. Is vaak de reparateur bij Vitesse. De snelheid van Openda nu met Vitek mee, Hatzidiakos ertussen. Bizzot voorkomt een corner aan de andere kant.
Wat deed Taza daar nou? Die gooit hem zo naar de voeten van de Koemansson. Had ze die Jacobs voor AZ? Stenks over de as van het veld. Behoorlijk losgelaten eigenlijk. Stenks. Aan de linkerkant is Wijndal onderweg. Boadu naar de eerste paal. Wijndal. Andere plannen. Daar staat Boadu. Daar staat ook Svensson. Dat is een mooie aanval van AZ. De beste aanval van de ploeg van Jansen in de eerste helft. Svensson raakt de lat. Over de as van het veld komt Bero aangelopen. Maar ja, dat heeft Broja niet gezien. Tanane natuurlijk wel. En dan Bero. Openda, mooi gespeeld, zegt door Vitesse. Maar ook geweldig verdedigd door Letchert. Een fantastische verdedigende actie van Letchert. Een zeer, zeer vlotlopende aanval van Vitesse. Mooi begin van de tweede helft. Geen goal. Letchert. Ja, dit soort passes. Behoort het niet tot de handelsmerken van Letchert. Koemansson. Koemansson, dat is een mooi balletje. Stenks met de kans. Stenks, ach, die kapt nog een keer. En, maar hij schiet er niet binnen. Doet heel veel goed. Oh, het laatste cruciale element natuurlijk in deze actie van Kelvin Stenks. Openda. Boya. 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 Verrichting van het uithaal van Broja. Aannemen, neus naar de goal en uithalen. Koopmeiners. Cornelis doet het uitstekend tot nu toe ten opzichte van Boadu. Hier is de aanvalsleider van AZ. Marlon Boadu. Wijndal, Koopmeiners. Dani de Wit. Koemansson. Koemansson. Bakkie voor Pasveer. En dan gaat AZ de eerste wissel doorvoeren. Jordi Klaas hier voor Bruno Martins Indy. 18 minuten tot nu toe deed hij slechts mee in de competitie. Veel blessure leed dit seizoen. Wijndal. Er zijn er 4 van AZ in de 16 meter gebied. Koemansson is één van. En die kan helemaal vrij inknikken. Maar doet dat eigenlijk als een speler die niet heel vaak in deze situaties terechtkomt. Daarna. Gaat ook wel eens wat mis natuurlijk. Daza. Wijndal helpt een handje. Hier is Daza. Tanane in het 16 meter gebied. Tanane terugleggen. Goed teruggelegd. Dan blijft die bal wat hangen en wordt eruit gehaald. Is dit een blok? Een blok met de buik, oordeelt Van Boekel. En geen hensbal. Er is wel wat polemiek over deze speelronde. Tanane. Houdt zich vast op Koopmeiners. Koopmeiners ziet Boadu vertrekken. Schitterende bal van Koopmeiners. Boadu krijgt hem niet lekker mee. Stenks is aangesloten. Tanane met de vrije schop. Die wordt goed aangesneden. En zo is het 2-0. Ja, dat is ook Tanane. In 2 minuten tijd kunnen nog balverlies. Dat bijna leidt tot een grote kans voor AZ. Om vervolgens perfect op het hoofd te leggen. En zo is hij weer het gevierde mannetje. Staat Vitesse met 2-0 voor. Goeie vrije schop. Prima binnengeknikt door Rasmussen. Daar gaat Boadu. Die Cornelissen sprinten. Is in dit geval wel te laat, Cornelis. Ze claimt nog de bal te spelen. Dat is niet zo. Dan wordt hij geklopt op snelheid door Boadu. En gaat hij er met de rood af? Want het is een doorgebroken speler, oordeelt Van Boekel. Hier is het oordeel van de scheidsrechter dat er niemand meer genoeg in de buurt staat. En dus kan hij vertrekken. Evaluatiemomentje in huis, Cornelis. Wijndal. Koopmeiners, Karlsson. Karlsson, prachtige goal van Karlsson. Spanning terug. Een paar minuten na de rode kaart.
Vitesse nog aan het reorganiseren. Schitterende goal van Carlson. De controle, de afronding. Daar spatte de beheersing vanaf. En natuurlijk ook de complimenten voor de assist van Koopmeiners. Die legde hem eigenlijk perfect daar in de ruimte neer. Maar blijft die Carlson nog wel het een en ander te doen? Tadada, weer richting de tweede paal. Weer een vrije kopkans. En dit keer laat Openda die mogelijkheid liggen. Wat een kans op 3-1. Nou, weer een uitstekende vrije schop van Tanane. Drie minuten nog. Richard heeft Darvalou ergens geraakt. Harde schreeuw. En aan de andere kant is Boadu ongelukkig in zijn aanname. En laat hij zijn been een beetje hangen. En dat doet hij wel met Pasveer. En daar zijn ze bij Vitesse dan kwaad over. En is Doekie de verstandigste. Daar zaten de meest opgewonden van het hele stel daar. Zwakke aanname van Boadu. Dit mag ook nog van Boekel, die al een aantal keer op zijn klokje gekeken heeft. Hatzidiakos. Kan dan zet die bal nog een keer in pompen. Dan moeten ze wel opschieten met Letschert hier aan de bal. Stenks. Daar komt hij nog een keer. En als Rasmussen de bal weghaalt, is de overwinning voor Vitesse een feit. Want daar is het laatste fluitsignaal van Boekel. Het is uiteindelijk zwaar bevochten. Maar Vitesse had er in het grootste gedeelte van deze wedstrijd ook wel recht op deze overwinning. Zonder Richetli Bazour. Maar met een strijdend elftal weten ze AZ eronder te krijgen. Doelpunten van Openda en Rasmussen. En AZ had eigenlijk met die aanpassing helemaal geen antwoord op het spel van Vitesse.